Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianand Schraven en vandaag zijn we verder voor aflevering nummer 31 hier in Mexico. Heb je die vorige video in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode video's. Op dit moment 23 punten achter George Russell voor de leiding in het klassement. Met nog twee rondes te gaan kunnen we nog kans maken op die titel. Dan moeten we weer een perfect weekend hebben als de vorige video. Want daar viel Russell uit en pakte Hamilton maar weinig punten en wonnen wij de sprint en de race met het snelste race 100 punten. Dus hadden we de volledige score binnengehaald. Daardoor zijn wij dus bij Russell benaderd voor die wereldtitel. Maar goed, we moeten dus nu even focussen op Mexico. Daarin is de kwalificatie heel belangrijk op het rechte stuk. Ik ben bang dat wij worden ingehaald door heel veel mensen. Maar goed, je weet het maar nooit. 6 overwinningen in totaal. 2 pole positions behaald. Gaan we even kijken wat we kunnen doen met de activiteiten die gepland staan. Thanks for stepping in and helping handle that. En dan spoelen we de tijd eventjes mooi door. Komt er ook een update binnen, dat is goed om te zien. Gaan we even kijken wat we nog kunnen veiligstellen van de regulatieverandering die over een paar wedstrijden van toepassing is. Nou, en dan gaan we gewoon beginnen voor de kwalificatie. Kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Ging daar helaas niet zo goed. Schoten daar wat door. Flinke bewolking op het circuit. Er is gelukkig geen regen voorspeld. Dus dat is goed om te zien. Kijken wat we kunnen gaan doen in het eerste kwalificatiedeel op dit snelle circuit. En DRS is dus ingeschakeld. Aanremmen eerste bocht loopt niet zo soepel, schoten daar wat door. Klein momentje corrigeren op de exit. Komen aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. We stappen naar de snelste tijd. En wij noteren. Een zevende positie. Einde van Q1 als wij dus onze tweede ronde ingaan. En daar krijgen we een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Logisch ook, want ik wou die bocht nog halen. Dat ging helaas niet. Dus krijgen we daar dus een waarschuwing voor. We hebben daardoor wel wat tijd gewonnen. En laten een groene sector 1 noteren. We hebben Perez voor ons. Moet aan de kant. Einde van mijn laatste ronde in Q1. En dan noteren wij de snelste tijd. Met een 1:37.912. Goed gedaan. Prima ronde van ons. En laten daar de jongens voorbij. Einde van Q1. Wij dus naar de snelste tijd. Webber door naar Q2. Goed gedaan. P8 voor hem. En dan is Sergio Perez niet door naar Q2. Mexicaans strand al in het eerste kwalificatiedeel. Pijnlijk voor de thuisheld. P21 is het voor hem. Dus hij moet helemaal terugknokken tot aan de punten. Als het dan dat nog lukt. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel op dit circuit. De wolking is weggetrokken voor de blauwe lucht. Geen regen voorspeld gelukkig. Af en toe nog kleine wolkjes aan de horizon. Maar goed, dat is alleen maar goed.
aanremmen loopt weer niet zo lekker. Het aanremmen is gewoon een knelpunt van ons. Gingen daar weer te wijd en daar een moment corrigeren op de exit. Heeft ons wat tijd gekost. Sainz naar de snelste tijd in Q2. En wij komen op een zesde positie. Een slechte ronde van ons. En gaan er dus nog een keer naar buiten voor een tweede run in Q2. Op een gebruikt setje banden dus. Want we hebben geen nieuwe set soft meer over. Pakken gelijk onze tijd goed in de eerste bocht. En laten paars in sector 1 noteren. Gaan daar wel een beetje wijd. Een dubbel paars in sector 1 en 2 dus. Uitkomen van de late bocht. De vlag hangt uit in Q2 van P12 naar een tweede tijd. Goed gedaan. Prima ronde van ons. Aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Strijdend voor de pole position in een belangrijke race voor ons. Want we zijn in gevecht met die beide Mercedes'en voor de wereldtitel. Met nog twee rondes te gaan in de race. De eerste drie bochten verlopen heel erg goed. Vlag hangt uit in Q3, daar wat te wijd. Corrigerend uitkomen bij de laatste bocht. En dat is van P10 naar een vijfde positie. Toch goed gedaan, er zat meer in. En Verstappen op pole position, Piastri op 2, Sainz 3, onze concurrent George Russell op P4 en daarachter mijzelf en Lewis Hamilton. Dus we zijn gesandwiched tussen de beide rivalen voor de titel. Webber door naar P10, daar start hij dus ook op. Goed verhaal. Goed gedaan. En is het op naar de wedstrijd en kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. In the 60s, Mexico City would be the season-ending race. That's no longer the case, but it is always a party in these parts. Welcome to the Mexico City Grand Prix. 2,285 meters above sea level, the altitude will test the driver's fitness and their engine's efficiency. 17 corners, 7 to the left, 10 to the right, and make up a 2.6-mile circuit equipped with two DRS zones. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Oscar Piastri completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Russell, the Professor, Hamilton, Norris, Leclerc, Gasly, Webber, Magnussen, Richard Vasseur, Stroll, Tsunoda, Bottas, Sargent, Joe, De Vries, Hülkenberg, Perez, Ocon, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. With me today, of course, is Anthony Davidson. Joined once again by Anthony Davidson for this one. And there's a lot of incidents on track recently for this driver. No one does that on purpose. It is part and parcel of racing, though. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij onze gridpositie. Vertrekken dus op een vijfde plek. Hebben dus nog kans op die wereldtitel. Maar het moet wel heel erg uit de hand gaan lopen. Mochten wij daar nog van profiteren. Ik verwacht gewoon dat Russell gewoon die titel binnen gaat halen. Maar je weet het maar nooit. Nemen dus extra brandstof mee. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde in Mexico. Op een vijfde positie. Op die zachte banden, Russell hetzelfde, Hamilton op de harde band. Verstappen op pole position.
We moeten dus deze formatieronde zien te gebruiken voor de banden en remmen op temperatuur. Zien te krijgen voor een hopelijk goede start van de race. Ons gevaarpunt zit in de rechterstukken. Voornamelijk de run naar de eerste bocht toe is voor ons dodelijk. We zijn niet snel op dat rechterstuk. Maar goed, het geeft niks. Kijken wat we kunnen dus gaan doen. Op het circuit van Mexico. Thuisrace van Perez. Hij start op P19. Teleurstellende kwalificatie voor hem. En wij komen keurig in onze positie terecht. Dus het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de ene laatste ronde van seizoen 2. Kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij die titel binnenhalen in de resterende races van het seizoen? De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Sainz is slecht weg. Russell al heel goed weg. En Norris heeft het lastig. En wij pakken ook gelijk die twee rijders. P2 is van ons op naar Verstappen. Maar Russell zit er aan die buitenkant nog te kijken. Een drijfrace naar de eerste bocht toe wordt het. Wij remmen als laatste. Max gooit dat gat dicht. Maar hier is hij de pineut. Wij nemen de wijdere lijn. En dat betekent P1 in handen van ons. Russell doorverwezen naar P4. En wij dus aan de leiding. Max 2, no, Piastri 3. Was Oscar Piastri, niet Lando Norris. Piastri dus, die als tweede was gestart, nu op P3 ligt. En blokkeren daar Verstappen. Kan er niet langs. Gaan we dan op 5. Dat zou betekenen dat wij P2 overnemen van het klassement. Ronde nummer 2. Als we daar iets te veel doorschieten. Zometeen wordt DRS ingeschakeld door Race Director. En wij noteren de snelste raceronde, maar Hamilton pakt dat al gelijk af. DRS ingeschakeld dus. Gaan we wat te wijd. Wat kan Verstappen hier? Niet zoveel. Dit window gaat open in 7 ronden tijd. Ronde nummer 4 als Verstappen aan de buitenkant aanvalt voor de leiding. We scoren met de snelste raceronde op dit moment. En wij duwen Verstappen daar een beetje wijd. Zo pakt Piastri P2 af van de landgenoot. Max op P3, Russell nog steeds op 4, Hamilton op 5. Dit is precies wat we moeten hebben, omdat Piastri en Verstappen elkaar gaan ophouden zometeen. Ronde nummer 5. Dan zitten we zometeen in ronde nummer 6. Als we daar veel te wijd gaan bij de laatste bocht. Piastri pakt de leiding af, maar wij duwen hem daar een beetje wijd. Max zit er dicht op. Hamilton heeft een achterstand tot 1,7 seconden naar ons. We zitten in de zesde ronde van de race. Nog 21 rondes te gaan in de wedstrijd. Wat kan Piastri hier op dit rechte stuk? Zit ernaast en is er voorbij. Maar wij hebben hier weer die wijdere lijn, jazeker. En kunnen die bocht afknijpen. En zo pakken wij P1 weer af van Piastri. Leuke wedstrijd voor belangrijke punten in het klassement. Daardoor pakt Russell P2 af. Russell op de tweede plek. Dit is niet wat we willen zien. Ronde nummer 8. Piastri weer terug naar P2 gegaan. En zit er aan de buitenkant dit keer te kijken. Maar dat lukt niet. Norris heeft een probleem met zijn auto. Rijdt dus langzaam, zegt de ingenieur. En binnenkort komen we aan bij de pitstops. Met Hamilton op de harde band gaat dus denk ik langer doorrijden. Wij gaan denk ik in ronde nummer 10 naar binnen. Inmiddels ronde nummer 11 als we een ronde langer hebben doorgereden dan de planning was. Piastri aan de buitenkant dit keer.
lukt niet. Kan er niet voorbij. Russell nog steeds op die derde positie. Verstappen op P4. Hamilton op P5. Het zou betekenen dat we op beide rijders inlopen in het klassement. En wij duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Ga naar de mediumband. Russell rijdt door. En Hamilton duikt volgens mij mee. Gaat die harde band dumpen voor zachtere banden dus. We hebben rijdt een ronde langer door. 2,3 is de pitstop. Een prima tijd voor ons. En komen dus terug voor Verstappen en Hamilton. Piastri verliest daar gewoon twee plekken. Helaas voor hem. En wij moeten nu naar Alexander Albon zien toe te rijden. Gaat voor P13 in de race. Zitten we in ronde nummer 16 van de wedstrijd als we weer terug aan de leiding rijden van de grote prijs. Verstappen weer op de tweede positie. Piastri op P4. Hamilton op de derde plek. Pakt daarmee George Russell. Okay, so 10,8 seconden is het naar Mark Webber. Max aan de buitenkant en is er voorbij. Proberen laat te remmen. Dat lukt, jazeker. Dan volgt hier weer een tweede DRS-gedeelte. Voor je het restantje overtake aan. Om Max misschien te blokken en dat lukt, jazeker. Nog steeds aan de leiding in de grote prijs. Gele vlag in sector 1, omdat daar iemand is uitgevallen. Weet niet zo goed wie het was. Max probeert het wel aan de buitenkant. En is er weer voorbij in ronde nummer 24. Nog twee rondes te gaan in de wedstrijd. We remmen wat later dan de landgenoot om die P1 te behouden. Hamilton op P3. Russell op P5. We moeten dit vol zien te houden. We stappen weer aan de binnenkant hier. Is er weer voorbij. Proberen laten remmen en nemen hier meer snelheid mee. Die binnenste kant is voor ons. Max geeft nog niet zo snel op. Hier is het dan echt gedaan en Hamilton profiteert mee. Wat kan Lewis Hamilton hier aan de buitenkant bij Verstappen? Is er nog niet voorbij? Is dit keer wel voorbij? Lewis op P2. Niet zo goed voor ons. Wat wel goed is, is dat Russell op P5 rijdt. Als het zo zou gaan eindigen, staan wij tweede in het klassement. Hamilton met een foutje. Dan gaan we zo meteen de laatste raceronde alweer in de grote prijs van Mexico. Dan volgt nog de laatste ronde in Portugal en dan zit dit seizoen erop. We weten nog niet wie er wereldkampioen kan worden. Wij doen er alles al aan om Russell zijn feestje te verpesten. Laatste ronde loopt voor de grote prijs van Mexico. Hamilton op P2 zit te koekeloeren met de DRS en de slipstream. Kan er nog niet echt een aanval op wagen. Komt nog tekort, dus moet het zo meteen doen met het tweede DRS gedeelte. En mocht dat niet lukken, dan moet hij aan het einde van de ronde nog een aanval gaan wagen voor de overwinning. Ook hier komt Lewis tekort. Kan er niet voorbij. We stappen op P3. Zit gewoon te kijken wanneer Lewis Hamilton ons aanvalt. Misschien kan hij nog iets doen voor het WK. Dat hij punten afpakt van Hamilton. Dan gaan we nu zometeen de laatste sector alweer in van de grote prijs. Hamilton nog steeds op P2. En volgt zometeen hier de DRS gedeelte. Lewis zit te kijken met een aanval. Wij gooien de overtake op aan. Hamilton pakt de leiding af. En nog een paar meters te gaan. Wij gooien... Geven onszelf nog niet gewonnen. Gooi onszelf gewoon voor de auto van Lewis. Daardoor pakt Lewis een plekje minder. P3 wordt het voor hem. Wij pakken 25 belangrijke punten voor het klassement. Russell stelt teleur P5. Hamilton P3. Wij na P1. Dat betekent dat de tussenstand 8 punten verschil is met George Russell voor de
WK-titel. Het wordt nog spannend voor die laatste wedstrijd, maar eerst deze overwinning mooi vieren met het team. Fantastic, amazing. You deserve that race win. Well done, mate. The thin air makes this event a brutal one for these Formula One cars, but this team have done a fantastic job to make it to the checkered flag and take a well-earned victory today. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben ik dus de race-uitslag. Wij winnen dus de grote prijs van Mexico. Verstappen op P2, Hamilton op het podium. Webber eindigt niet helaas in de punten. Russell op P5, dat betekent dat het gat naar Russell 8 punten is. Naar Hamilton is het 12 punten. Dus ja, wij drieën hebben nog kans op die titel. Wat nu het doel is, is dat wij de volgende wedstrijd winnen en Russell moet als derde eindigen. En anders zijn wij tweede in het eindklassement. Of we moeten dezelfde race-rondepunt pakken en dan mag Russell tweede worden. Dan staan we gelijk en dan pakken wij denk ik de titel omdat we meer overwinning hebben behaald. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende keer. Nu is de rivaliteit breakdown. Die hebben we eigenlijk gewoon gewonnen. 29 tegenover 14 met Charles Leclerc. Het team McLean is ook gewoon goed. Webber doet ook zijn best. Van alle sponsoren de doelen behaald. $531.000 erbij. Webber heeft helaas 6.000 laten liggen. $119.000 erbij. In totaal op de bank $5.4 miljoen. Dus dat is goed om te zien. Maar goed, daar gaan we ons opmaken voor de laatste video. Nogmaals, het doel: winnen. En zorgen dat Russell niet tweede wordt. Als Russell tweede wordt, zijn we sowieso vice-kampioen en komen we tekort op 1 punt. Dus dat is het doel voor de volgende video. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder voor de seizoensontknoping voor die titel in de laatste raceronde. In de laatste ronde van het kampioenschap. In de laatste race, waar je het ook wel gaat noemen. Anyway. Oh no. Anyway. Ja, het wordt gewoon een spannende strijd voor die wereldtitel. Maar dat zien we allemaal in de volgende video. Tot ziens.